Zo is het in Nederland ooit tropisch warm geweest, maar ook Siberisch koud. En daar zijn nog sporen van terug te vinden. Zoek het spoor terug met Erwin Krol in de serie Klimaat in Beeld. Mooi, hè? Zo zien we dat niet vaak in Nederland. Een idyllisch plaatje, maar wel heel, heel erg koud. Dit schilderij is van Hendrik Averkamp. Het hangt in het Rijksmuseum. En die Averkamp was een specialist in zogenaamde wintertjes. Zo werden de winterlandschappen in de 17e eeuw genoemd. Het is zo verschrikkelijk knap geschilderd. Je ziet echt de sneeuw in de lucht hangen. En dat water, dat is ook echt bevroren. Het is echt ijs. En er gebeurt van alles, hè. Het hele dorp is uitgelopen. Er wordt geschaatst hier en daar gesleed, arreslee. En hier een soort ijshockey wordt er gespeeld. En daarachter in de verte, daar zijn ze aan het ijszeilen. Kortom, dit schilderij vertelt een heel verhaal over wat er gebeurde in de 17e eeuw. Averkamp en ook tijdgenoten van hem, die schilderden heel veel van dit soort winterse landschappen. En je zou daar de conclusie uit kunnen trekken dat de winters in de 17e eeuw strenger waren dan tegenwoordig. Heel belangrijk voor klimatologen, want aan meteorologie werd toen nog niet gedaan. Temperaturen werden in Nederland pas gemeten vanaf het begin van de 18e eeuw en luchtdrukmetingen kwamen nog veel en veel later. Het duurde zelfs ruim 100 jaar voordat er in Nederland zoveel werd gemeten dat die metingen ook in een kaart konden worden gezet en gebruikt voor weersverwachtingen. Meteorologie is een zeer jonge wetenschap en het instituut dat zich daarmee bezighoudt, het KNMI, is dan ook pas in 1854 opgericht. Ondanks dat, en het lijkt haast ongelooflijk, weten we toch heel veel van, laten we zeggen, de afgelopen 300 miljoen jaar. Het zag toen heel anders uit in Nederland. Het is tropisch heet geweest, Siberisch koud. En niet voor zomaar een paar dagen, maar echt voor hele lange perioden, duizenden jaren achtereen. Hoe komen we aan dat soort wetenschap, aan dat soort kennis? Schilderijen uit die tijd zijn er niet, laat staan dat er gemeten werd. Maar er zijn andere bronnen die we aan kunnen boren, vooral de geologie. In 12 afleveringen gaat Erwin Krol op zoek naar sporen in het landschap die iets vertellen over de verschillende klimaattypen die ons land heeft gekend. In het Wormdal, net over de grens bij Kerkrade, kun je steenkoollaagjes aan de oppervlakte zien die daar ruim 300 miljoen jaar geleden zijn gevormd. Ja, krijg ik het nou? Daar komt ie. Oh, jawel. In de lagen zijn afdrukken gevonden van planten die alleen gedijen in een tropisch klimaat. Nou, dit zijn de restanten van het deel van het tropisch moerasbos. We zien hier een aantal van de dikkere, grote bomen die in het moerasbos voorkwamen. Dit is gigantisch. Hoe groot was een boom? Nou, die bomen konden tot 20 meter hoog worden. In Winterswijk zijn sporen te vinden van een woestijnklimaat en pootafdrukken van reptielen. Kijk, hier heb je dus een voorbeeld van de Ringosauroides. Een poot? Een poot. Dit is een voorpoot en dat is een achterpoot. En waarom vind je haaientanden op het strand van Katzand en niet op het strand van Scheveningen? Een verwant ervan was dan de Carcharodes megalodon en die had zulke tanden. Die hier overigens ook gevonden kunnen worden. Hoe groot is die? Deze wat hebben zwerfkeien en de Grebbeberg met elkaar te maken? IJs. Een groot deel van ons land is bedekt geweest met ijs uit Scandinavië. De ijstijden zijn dan ook de koudste perioden uit onze klimatologische geschiedenis. Ook gaat Erwin Krol op zoek naar het ontstaan van deze vreemde heuvels in de buurt van Rotterdam. Ze zijn door de wind tijdens de laatste ijstijd gevormd. Toen de zee binnenkwam, kwam hij hierdoor binnen. En dit ging heel snel, dit gebied, en dit ontwikkelde zich tot een groot waddengebied. Zo. Amersfoort aan zee. En dat is geen grapje, want onze kustlijn is nog maar 2000 jaar oud. Dat Nederland veel verschillende klimaten heeft gehad is duidelijk, maar wat voor klimaat krijgen we in de toekomst? En wat zijn de gevolgen van het broeikaseffect? Stijgt de temperatuur en daarmee de zeespiegel? Of houden we het juist droog?
Door aan dat klimaat te draaien, aan de knopjes te draaien van het klimaat, doordat we al die gassen in de atmosfeer stoppen, lopen we het risico van forse klimaatverandering. Zoveel aanwijzingen hebben we. Daarover meer in de laatste aflevering van de 12-delige serie Klimaat in beeld. Dag, ik heb een afspraak met Dick van Doren. Dat is leuk, een geologische kaart van Nederland. En door die blokken kun je zien wat voor gesteenten zich onder de grond bevinden. Eens even kijken. Nou, daar is de Utrechtse Heuvelrug en daar de stuwwal Ede-Wageningen. Dat zijn restanten uit de voorlaatste ijstijd. En toen was het dus Siberisch koud. En eens even kijken wat zich onder die Utrechtse Heuvelrug bevindt. Want dat is het aardige van dat schuiven van die blokken. Kun je dat goed zien? Oh, een heleboel. En daar op zo'n diepte van 2-3 kilometer, dat zwarte, dat is carboon. Dat is steenkool. Dat zijn restanten van tropisch oerwoud. Dus zo'n 300 miljoen jaar geleden was het, in tegenstelling tot in die ijstijd, tropisch warm in Nederland. Dus dat is aardig. Al die verschillende gesteenten en lagen, die vertellen dus iets over de verschillende klimatologische omstandigheden in Nederland. Hey Wim, welkom bij de NITG. Dankjewel. Hey. Dick, ik heb net iets gezegd over de ijstijd en over het tropische carboon. Maar hoe weten jullie nou precies hoe oud een laag is en welke klimatologische omstandigheden er zijn geweest? Sleutelwoord, Erwin, bij het dateren van gesteentes is fossielen. Restjes van planten en dieren. Als je bijvoorbeeld het over de ijstijd hebt, dan denk je in Nederland aan kiezen, slachtanden van mammoeten. Ja. Dus geeft aan, heel koud geweest in Nederland. Ja. Ga je naar helemaal beneden, die zwarte laag, het carboon, daar vinden we varens, bomen, paardenstaarten. Nu van die kleine plantjes in de tuin, maar toen 30, 40 meter hoog. Dat geeft aan dat het tropisch was. Warm. Heel warm. Ja. Heb je ook voorbeelden van dat soort fossielen? Ja, kom maar mee. Ja, gaan we kijken. Oké. Goed, we zijn er. Oké, Erwin. Hier zijn we in een van de uitlegruimtes van het NITG. Ja. Hier bewerken we onze kernen. Regelmatig worden de kernen worden gemaakt als er grote boringen in de ondergrond van Nederland gezet worden. Op zoek naar olie, gas of zout. En zo af en toe komt er dan een groot stuk mee naar boven zoals dit. Die stukken gesteente, die gebruiken we om te onderzoeken. We zagen ze door. We analyseren ze, we bewerken ze. Hier zien we een hele mooie zandsteen. Ja. Onderkant prachtig zand, grof zand van de kust. Langzamerhand wordt de zee zo te zien een beetje dieper. En hier hebben we een hele mooie fijne zandsteen met oliesporen erin. Wat je goed kunt zien, of wat ook heel leuk is in dit gesteente, is dat je kunt zien dat er kreeftjes ingeleefd hebben. Die hebben sporen achtergelaten in dat gesteente toen ze door het zand heen kropen. Dat zijn kruipgangetjes. Dat zijn kruipgangetjes. Maar hoe weet je dan precies dat dit, waarom is dit dan 130 miljoen jaar oud? We studeren al heel lang op fossielen in de hele wereld. En daardoor weten we waar de fossielen ongeveer voorkomen, in wat voor klimaat en in welke leeftijd, in welke ouderdom. En van de fossieltjes die we hierin herkennen, weten we dat ze zo'n 130 miljoen jaar geleden geleefd hebben. Ja. En we weten dat ze in een redelijk warm klimaat wilden leven. Zeg maar subtropisch. Zuid-Frankrijk, lekkere kust. Maar er zijn wel grote fossielen. Ja. En we hadden het net, toen we bij de maquette stonden, hadden we het over de mammoet en het carboon. Nou, van die mammoet heb ik laten klaarleggen een kies. Ja, een typische kies van een mammoet. En het versteend ook. Ja, in Nederland gevonden, ten zuiden van Alkmaar, in een polder. Dit is de andere mooi. Kant van het verhaal. Dat was dus de bovenkant van Nederland. Dit is de diepe kant van Nederland, het carboon. Hele mooie varens. Oh, dat is prachtig. Die zwarte kleur niet voor niks gekozen, want dat carboon, die planten, die zijn allemaal ingekoold op de lange duur. En dat is een typische afdruk met hele mooie schubben erin. Het is een hele grote boom geweest zijn. Prachtige doorsneden. En als dat er maar inkoolde, dan kreeg je dus dit, antraciet. Echte steenkool. Dit is diep in de bodem gevonden. Op sommige plaatsen ligt het 3 kilometer diepte. In Limburg kun je het wat hoger aan de oppervlakte vinden, in de mijnen. Zo ziet u, de bodem van Nederland herbergt een heleboel schatten. En het is eigenlijk jammer dat we niet even met de camera een tocht onder de grond kunnen maken. Alhoewel, ook boven op de bodem is een heleboel te zien, wanneer je maar goed kijkt. Hoe komt Nederland nu aan al die verschillende klimaten? Zijn die luchtstromingen dan zo veranderd in de loop van de tijd? Nou,
dat is nou niet zeker. Maar wat wel zeker is, is dat Nederland gewoon niet altijd op dezelfde plek heeft gelegen. Honderden miljoenen jaren geleden lag al het land op aarde vastgekleefd aan elkaar in één groot oercontinent. En Nederland lag ergens op het zuidelijke halfrond, waarschijnlijk op de plek waar Brazilië nu ligt. Na verloop van tijd is dat oercontinent uit elkaar gescheurd en zijn de verschillende continenten uit elkaar gedreven. En als u kijkt naar de kaart van tegenwoordig, dan ziet u aan de kustlijnen dat alle continenten in elkaar passen als een legpuzzel. Dat uit elkaar drijven, dat gaat overigens tegenwoordig nog steeds door. En we merken dat vooral wanneer het wrikt, dan komen de aardbevingen. Nederland is dus vanaf het zuidelijk halfrond onze kant opgedreven in noordoostelijke richting. Geleidelijk kwam het in een gebied waar nu bijvoorbeeld de Sahara ligt. Dus hebben we een woestijnklimaat gehad. Toen kwam het wat noordelijker, Spanje bijvoorbeeld, op die hoogte. Dus hebben we heerlijk subtropisch klimaat gehad. En de afgelopen paar miljoen jaar ligt Nederland ongeveer op de plek waar het zich nu bevindt. Maar dat wil niet zeggen dat het er in die tijd ook steeds hetzelfde heeft uitgezien. Zo'n 2 miljoen jaar geleden was dit de kustlijn van Nederland. Nou ja, dat was eigenlijk geen Nederland. Want kijkt u maar eens naar die huidige grens van Nederland en dit is de grens van 2 miljoen jaar geleden. Nederland geheel onder water verdwenen. Maar die rivieren die u daar ziet, hier in het oosten en hier in het zuiden, die voerden zoveel zand en slib aan dat in nauwelijks een half miljoen jaar tijd er dit gebeurde. De kustlijn die verschoof enorm naar het westen en Nederland werd zo'n beetje anderhalf keer zo groot als het nu is. Eén grote rivierdelta. Maar dan zijn we er nog niet. Dit is Nederland zo'n 250.000 jaar geleden met de oorspronkelijke kustlijn. En let u eens op die rivieren. De Maas en de Rijn, die lopen helemaal naar het noorden en komen bij Friesland in de Noordzee uit. En toen gebeurde er iets dat het uiterlijk van Nederland totaal zou veranderen. Er kwam een ijstijd. 150.000 jaar geleden lag het ijs tot halverwege Nederland. En terwijl dat ijs naar het zuiden schoof, duwde het land als het ware voor zich uit, waardoor de rivieren gedwongen waren hun loop te verleggen en af te buigen in de richting van de Noordzee. Nou ja, Noordzee, er was helemaal geen Noordzee, want al het water uit de Noordzee lag opgeslagen in dat ijs. Die Noordzee liep wel weer vol toen dat ijs ging smelten, maar daarna kwam er nog een ijstijd. En daarna, toen dat ijs ging smelten, toen liep de Noordzee vol en begon Nederland een beetje te lijken op het land zoals we dat nu kennen. We hebben grote sprongen in de tijd gemaakt en zijn aanbeland nu bij zo'n 10.000 jaar geleden. En dan begint het tijdvak waarin we nu leven, het Holoceen. En het klimaat zoals we dat nu kennen, is die afgelopen 10.000 jaar vrijwel constant geweest. Vrijwel, want er waren wel wat kortdurende schommelingen. In de middeleeuwen bijvoorbeeld was het wat warmer dan tegenwoordig. En in de 17e eeuw was het dus echt wat kouder. Zoveel kouder zelfs dat we spreken van de kleine ijstijd. En dat verklaart meteen dit soort winterlandschappen. Mooi hè? Ik ga als aandenken even een aanzichtkaart kopen.